Is het weer 8 graden met regen en grijs? Ik heb gisteren het kappertje gepakt. En mijn wenkbrauwen laten epileren. Altijd fijn. Nou ja, het is niet fijn. Dit vet zeer, ik moet altijd janken. Maar het ziet toch wel weer fresh uit, hè? Zie je mijn wijnvlek weer hier zo? Het is dus weer slecht weer. Dus ik ga weer niet naar buiten. Doe even een overhemd aan. Nou, wat zullen we vandaag eens doen? Ik ga vandaag mijn vanilleplant verpotten. En stekken, denk ik. Wacht. Ik pak hem er even bij. Oh, hij staat helemaal daar. Daar kan ik mooi bij. Die tafel moet even anders. Vorig jaar gekregen voor mijn verjaardag van mijn moeder. Shout-out, mijn moeder. Hij is best wel gegroeid. Dat kun je helemaal niet zien. Hier. Verder lang. Ik denk dat er ooit wel vanillepeulen aan kunnen komen. Ik weet helemaal niet hoe dat werkt met bestuiven en zo. Volgens mij moet je dat dan zelf doen met een kwastje. Je kunt hem kopen op volgens mij naturalworld.nl. Ik zal even een linkje hieronder doen. Ik heb hem in boomschors gezet. Ik heb nu orchideeënpotgrond gekocht van Pocon. Ik ga hem proberen te stekken. Weet je wat? Ik doe wel even een timelapse. Dan kun je hem zien prutsen. En dan kom ik daarna weer terug met extra uitleg. Ik had een rekje gemaakt waar die tegenaan klom. En dat werkt wel goed. Maar die moet even nieuw. Ja, het is gewoon één grote, lange klimplant. Ik denk dat ik eerst een plannetje moet maken voor hoe ik de vanilleplant laat klimmen. Weer op zo'n rekje. Dus eigenlijk moet ik eerst zo'n rekje maken. Maar ik zie ook in mijn ooghoek... Hier, mosstok. Toen ik mijn boek aan het schrijven was over planten, dan werkte ik in een botanische tuin. En toen kreeg ik van een van die gasten daar deze plant. Een soort philodendron. Ik weet niet wat voor soort het is, maar hij doet het best wel goed. Die heeft niet echt deze mosstok nodig, dus die ga ik gebruiken. Dan moet ik eerst even computeren. Want ik moet zoeken hoe je vanilleplanten moet propageren, vermeerderen. How to propagate vanilla orchid. Six to eight inches. Donder nou een keer op met je domme inches. Volgens mij is het best wel simpel in theorie. Gewoon stukjes afknippen en die dan weer in de grond proppen. Alleen moet ik zorgen dat die grond, dat medium, dat goed is. Kijk, dit is de oude potgrond, maar dat is van vorig jaar. Dat ga ik een beetje mengen met deze orchideegrond. Dan heb ik genoeg potgrond voor deze plant en voor de cuttings. Ik dit hele ding hierin. Oh, dat past niet eens. Samen met de vanille-orchidee en de nieuwe potgrond. En dan ga ik daarna stukken eraf knippen en die dan weer apart proberen op te kweken. Ik heb 3 handen nodig. Kijk, het is nogal een paal. Dat is precies het. Kleine pot. Enorm ding. Maar ja, die vanille is ook heel groot. Probleem. Sowieso heb ik geen 3 handen, dus dat is zo onhandig. Maar kijk, die pot, ja, die paal komt tot hier, maar het is veel langer. Misschien moet ik eerst gaan knippen en dan dat ding eromheen. Kijk. Hup. Daar afgeknipt. En dat stuk ligt hier. Dat ding is eigenlijk gewoon 2 meter lang. Maar dat is nog niet alles. Want hier is nog een veel langer stuk. En die moet er ook omheen. Verpot, mosstok, vastgemaakt. En dan kan hij nog een stukje groeien. Want hij stopt nu hier en hier. Het zijn twee ranken. Ja, top. En dan heb ik hier dus de cuttings. Vanaf nu wordt het echt natte vingerwerk. Ik heb 6 stukjes geknipt. Dit, dan moet dat zo in de grond. Misschien gebruik ik dit lelijke ding daar wel voor. Ik heb ze gewoon even lekker naast mijn computer staan. Ja, mooi plekje. Top. Ja, dit was weer een aflevering van Tuinieren met Spieren. Tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken.